Goedendag, voor een laatste keer dit jaar kunnen we ons verheugen op prachtig nazomerweer. De temperatuur gaat vandaag en morgen nog één keer richting 20 graden en daarmee is het met veel zon ook ideaal terrasjesweer. weer. En het mooie weer hebben we te danken aan een zuidelijke stroming. Op de weerkaart kunnen we het ook heel goed zien. Nederland aan het begin van deze vrijdagmiddag inmiddels alweer vrij van bewolking, van deze ochtend trokken toch nog een paar buien over. Die buien zijn doorgeschoven naar de Noordzee. En vanuit het zuiden wordt dus die warme lucht aangevoerd. Maar Wat we ook zien is dat een storing toch wel dichtbij ligt. Af en toe trekken er wat van die sluierwolken over. Daar heeft de zon overdag maar weinig moeite mee. Maar de nacht na zondag trekt toch een storing over met tijdelijk wat meer bewolking en regen. En vanaf zondag liggen we dan toch wel in wat koelere lucht en is het met dat mooie nazomerweer toch echt wel gedaan. Goed, vandaag dus nog niet. We zien vandaag toch wel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. De maxima komen uit tussen 17 en 20 graden. Misschien op de Wallen een fractie koeler blijft. En daarbij is het dus echt wel aan de warme kant voor de tijd van het jaar. Want normaal gesproken ligt die middagtemperatuur nu rond de 13 of 14 graden. Nou, daar zitten we dus ruim boven. Er zat maar weinig wind en daardoor is het dus echt wel heerlijk weer. En vanavond is het nog lange tijd helder. Maar in de nacht zien we toch dat er makkelijk nevel en mist ontstaat. Met name in de noordhelft van het land kan soms even pot dicht raken en ook komt er wat lage bewolking voor. In het zuiden is het voornamelijk wat sluierwolken. En de minima komen rond een graad of 10 uit. En morgenochtend beginnen we in eerste instantie nog grijs. Met wat lage bewolking en mist. En vooral midden- en noorden van het land. Zeker in het noorden van het land duurt het tot het middaguur voordat het een beetje oplost. Maar in het zuiden komt de zon er al heel goed bij. En dan gaat de temperatuur toch behoorlijk de lift in. We komen uit op waarden van zo'n 18 tot 20 graden. Het is echt wel hoge waarde voor de tijd van het jaar. En opnieuw staat er maar weinig wind. En daarmee is het dus echt wel heerlijk weer om nog even één keer een terrasje te pakken. Want het is waarschijnlijk wel echt de laatste keer dat we richting de 20 graden gaan. Want als we naar zondag kijken, dan zien we dat in de nacht dus een storing is overgetrokken. In de ochtend nog veel bewolking en een paar buien. Maar in de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Komt vanuit de westen de zon er weer bij. Maar is het dus echt al wel wat minder warm dan de voorgaande dagen... Met maxima van zo'n 14 tot 16 graden. En ook begin volgende week zien we maxima die iets lager uitkomen. Met 15 graden zeker niet slecht voor de tijd van het jaar. Maar de zon die krijgt het moeilijk. We zien veel bewolking. Misschien dat het ook wel eens mistig of nevelig kan zijn. Later in de week zien we ook dat de nachten geleidelijk aan iets koeler worden. Ik wens u een fijn weekend.